In dit jaaroverzicht bekijken we de allerleukste momenten van de corona-persconferenties. Geniet van het virus. We hebben er zelfs een lied over gemaakt. Daarom dat ik zo van dat virus geniet. Hallo, wij zijn Jeff en Pieter Jan van het YouTube-kanaal Supercontent. En wij blikken deze week elke dag een keer terug op het jaar 2020. Amai. Oh. Omdat wij natuurlijk YouTubers zijn, hebben wij uiteraard gekeken naar wie of wat er het afgelopen jaar online hypes waren. Superleuk. En nu was er dit jaar natuurlijk één compleet nieuwe online hype waar we niet naast konden kijken. De corona-persconferenties. Goedemorgen. Welkom op deze persconferentie waarin jullie blijven informeren over de stand van zaken van de pandemie in ons land. Superleuk. Je moet al onder een steen geleefd hebben om niet kennis gemaakt te hebben met Steven, Yves of Gino. Bonjour à tous. Van het crisiscentrum. Die geven al sinds maart om de paar dagen een persconferentie over de stand van zaken van de pandemie in ons land. En die informeren ons niet zomaar over de pandemie in ons land. Dat wordt ook live gestreamd op YouTube. Bonjour à tous. Dat doen ze op het YouTube-kanaal Gezondheid België. Via die live persconferenties op dat kanaal komen we eigenlijk alles te weten over het coronavirus. Bonjour à tous. Of het dan nu gaat over de eerste golf, of over de tweede golf, of over fase fase 0, of 1A, of 1B, of 2A, of 2B. Bonjour à tous. Door die persconferenties weet nu bijvoorbeeld iedereen dat een superverspreider iemand is die heel veel virus produceert en uitscheidt. Voilà. En akkoord, ja, er zijn misschien mensen die denken, goh, dat is toch allemaal wat ingewikkeld. Maar dat is geen enkel probleem. Want Steven, Yves en Gino, die zijn zich daar terdege van bewust. Daar zijn we ons terdege van bewust. En daarom proberen ze die coronapersconferenties ook zo duidelijk mogelijk te maken. En praten ze op een manier waarvan dat je zegt. Dat is duidelijk. En ze gebruiken ook allemaal nieuwe, maar super simpele woorden die iedereen direct begrijpt. Groepsimmuniteit, hoogrisicocontact immuunrespons, superclusters, virusisolatietesten, PLF of een passenger locator formulier. Tocilizumab is een molecule die een bepaald cytokine gaat afremmen, interleukine 6. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Dat is duidelijk. En die persconferenties die zijn niet alleen heel duidelijk. Die mannen van die persconferenties die hebben ook enkele trucjes. Bonjour à tous. Om te zorgen dat die lange video's over de pandemie in ons land dat die toch heel boeiend en plezant blijven. Dat is onze missie. De beste truc om dat daar zo boeiend en plezant te houden is dat ze zich blijkbaar af en toe een keer bewust verspreken. Een keer goed struikelen over een woord. Of een keer een woord een beetje fout uitspreken. Dat is ideaal, zodat iedereen voortdurend bij de les blijft. Ja, ze zeggen bijvoorbeeld niet altijd anderhalve meter. Ze zeggen ook af en toe een keer onderhalve meter. Ja, ze zeggen ook niet altijd uitbraakmanagement, maar ook soms een keer gewoon uitbraakmanagement. Respecteer steeds de fysieke afstand van anderhalve meter. En het uitbraakmanagement. Dit stemt ons hoopvol. Georganiseerde activiteiten die heropstart. Respecteer het dragen van een mond-neusmasker. Het zijn automatismen die we van kindsbeen af hebben aangeleerd. Zaterdag 1 augustus. Sorry. Geniet van het virus. Geniet van het weekend. Mijn excuses. Van het virus gaan we niet genieten. Goh, dat is toch plezant, hè, zo. En ik vind vooral... Dat is duidelijk. Het is eigenlijk ongelooflijk wat Yves, Gino en Steven... Bonjour à tous. ...dit jaar op die persconferenties hebben klaargespeeld. Bedankt voor al jullie inspanningen. Eigenlijk kunnen we die gasten niet genoeg bedanken. Voor al jullie inspanningen. Maar ja, hoe bedankten die nu voor al hun advies? Geniet van het virus. En om ons elke keer zo goed te informeren. Met een lied. Goedemorgen, welkom op de persconferentie waarin jullie blijven informeren over de stand van zaken van de pandemie in ons land. Vandaag is ook Gino klaar. Zorgeloos leven is een evidentie, dankzij de coronapersconferentie. Het virus circuleert nog steeds. Maar erg is dat niet, zolang je maar van het virus geniet. Geniet van het virus, geniet van het weekend. Ik krijg er het antwoord op al mijn vragen. Incubatietijd zo'n 5 à 6 dagen.
mijn kennis van. Immuunrespons kent geen limiet. Daarom dat ik zo van dat virus geniet. Ik heb heerlijk in pre-quarantaine zitten wachten. Dus hoef ik geen covid-achtige klachten te verwachten. Ik geef mijn eerste golf weg voor niet. Omdat ik zo van dat virus geniet. Als vrijgezel is hoog risico contact wel eens fijn, maar let wel op, het zou het begin van een infectie kunnen zijn. Ga je op date, vergeet je Messenger locator formulier niet. Zo vermijd je toch dat virus toch niet. Fase 1A in A. Fase 2B, 2B. Groepsimmuniteit. Groepsimmuniteit. Nee, het is niet nodig je zorgen te maken. Zolang je het virus maar uitscheidt. Het is de enigste juiste reflex tegen het virus. Ook tijdens het weekend. Geniet je ook zo van het virus? Like dan deze video. Abonneer ook op ons YouTube-kanaal. En volg ons op Instagram. Waarom niet?